Sinterklaas kapoentje, stop wat in mijn schoentje, stop wat in mijn laarsje, maar niet meer in mijn aas. Ja, dat is leuk, hè? Ja, 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 nee, ik heb er blijkbaar een verkeerde tekst op. Het is origineel. Ik heb zelf ook nog een liedje geschreven, Sinterklaas. Ik werd wakker in het midden van de nacht en heb ik een liedje geschreven dat heet In het midden van de nacht. Sinterklaas, heel onverwacht, kwam de kamer ingeslopen in het midden van de nacht. Zin in wortel had hij niet, en hij had duidelijk ook geen zin in Zwarte Piet. Ik verklap niet alle details, maar ik werd daar getrakteerd op iets ongelooflijk fraais. Ik heb nog nooit zoveel genoten als van zijn baard onder mijn ik denk dat ik de foute teksten ben, maar dat is de klas, excuseer. Nog eentje, alsjeblieft. Heb ik nog eentje? Mag het iets serieus zijn? Ja. Iets serieus? Jawel, ik heb... dit is een liedje van een kindje dat aan Sinterklaas voor een keer is geen speelgoed vraagt. Of zoiets. Ik kan het niet lezen, maar ook. Het is een lang liedje. Het zijn twee bladen. Niet zo? Ja. Liefste Sint, ik wilde u wat vragen. Al weet ik niet goed of u er iets kan aan doen. Maar in tegenstelling tot vorige jaren wil ik dit jaar geen Gameboy in mijn schoen. Ik hoef geen Monopoly en geen Mega Mindy. Geen Playboy. Geen Lego. Playmobil. Ja, sorry, ben ik er aan. Daar gaan we doorheen. Ik hoef geen Monopoly en geen Mega Mindy. Geen Playmobil en geen Lego. En hier moet nog iets komen dat rijmt op Indie. Indiaan. Ja, de tekst was nog niet klaar, okay. Blijkbaar. Oké, publieksparticipatie, speelgoed dat rijmt op Indie. Lindy. Cindy. My Little Cindy. Ja, nee. Oh, dat was een cowboy van Sinterklaas. Cindy is dat zoiets als Barbie, of hè? Ja. Ja, maar al die tijd. Ik hoef geen Monopoly en geen Mega Mini. Geen Playmobil en geen Lego. Geen Ken, geen Barbie, maar ook geen Cindy. Wat ik dan wel, het zit hem zo. Ben namelijk bang dat de wereld zal vergaan. En dat het water aan onze lippen zal staan. Dat de oceanen bruut en onverschrokken ons allemaal zullen komen opslokken. Ik ben bang dat de aarde zal worden weggevagen. Waarschijnlijk zelfs nog voor mijn pensioen. Dus wat ik u heel vriendelijk wilde vragen, kan u daar dit jaar misschien eens iets aan doen? Wel, ik moet zeggen, het gerucht doet de ronde dat u in het echt niet echt bestaat. Wel, mocht dat zo zijn, dan is het een echte zonde. Dan weet ik echt niet naar wie ik moet verwijzen aan. Nu een beetje background informatie, wat je moet dus weten. Sinterklaas is niet alleen maar de patroonheilige van de kinderen, maar ook van... De boeren! En van de zeelieden, ja, inderdaad. Ja, weet je waar je zit. Maar bestaat u nu echt of bent u fictie? Dat u... Je moet wel stil houden. Ja. Ik zit altijd in een ander ding. Maar bestaat u nu echt of bent u fictie? Mijn moeder zegt dat ze het ergste vreest. Mijn moeder zegt is niet uw jurisdictie.
U doet slechts schitterend en prostituees. Ik moet zeggen dat ik inderdaad wel twijfel, omdat u zelfs uw eigen job niet goed kan doen. Want toen ik vorig jaar een basketbal vroeg, lagen er 's ochtends twee knikkers in mijn schoen. U heeft nogthans 11 maanden vakantie, tijd genoeg om even na te denken. Wat gaat u doen als alle mensen sterven? Aan wie gaat u dan nog al dat speelgoed kunnen schenken? Maar gij ligt duidelijk liever als een lappenkloot. De zonne op het dek van uw boot. En al de rest kan stikken voor uw pak. En zelfs uw personeel, dat werkt in zwart. Wel beste Sint, je moet niet komen blijten. Als alle kindjes zijn verzopen in de zee. Het is om te hopen dat je nog iemand hebt kunnen redden. En voor u is het open een prostituee. Eigenlijk vond ik dat best mooi. Ik lig inderdaad 11 maanden van het jaar te zonnen. En als er al kinderen verzuipen, zijn dat 12 maanden per jaar.